Dit verdient de Ticketmaster CEO jou te dure festivalkaarten. Ticketmaster lag in de afgelopen maanden meermaals onder vuur. Na een fiasco omtrent de ticketverkoop voor het concert van Taylor Swift. Was het met de dubbele inkomsten voor de doorverkoop van Lowlands kaarten weer raak. Dat legt Mojo-topman Michael Rapino geen windeieren, dit was zijn salaris in 2022. Rapino is CEO van Live Nation Entertainment, als moederbedrijf van Mojo en Ticketmaster het grootste ticket- en concertbedrijf wereldwijd. Live Nation heeft nogal wat kritiek over zich heen gekregen. In het Amerikaanse congres werd het entertainmentbedrijf vergeleken met een enorme gorilla. Doordat de gigant zowel opereert als organisator van festivals, maar ook fungeert als verkopende partij. Is een van de kritieken dat Live Nation zich manifesteert als een monopolie. Zo waren in februari dit jaar festivalfans woedend. Lowlands 2023 was in een mum van tijd uitverkocht tegen ticketprijzen van €300. De grootste verbazing werd veroorzaakt door de verkoop van tweedehands tickets. De servicekosten voor het doorverkopen van een ticket liggen namelijk op €40 per kaartje. Terwijl er in eerste instantie ook al servicekosten over het festivalticket zijn betaald. Daar komt bij dat de kaarten alleen via de site van Ticketmaster te verkopen zijn. Waardoor zij zich wederom op een monopoliepositie manifesteren. Mark Robinson, ad Mark Jan Robinson, februari 4, 2023. Ook bij de verkoop van concertkaarten via Ticketmaster voor de tour van Taylor Swift ging het nodige mis, de kaartverkoop werd afgelast wegens buitengewoon grote belasting. Daarnaast klonk er de nodige kritiek omdat toegangskaarten voor concerten van bijvoorbeeld Bruce Springsteen zijn opgelopen tot $1000. Terug naar het salaris en het volledige inkomen van de man die aan het roer staat van dit bedrijf. In totaal heeft de beste man in 2022 een bedrag van $139 miljoen kunnen bijschrijven. Dat bedrag is opgebouwd uit zowel zijn salaris, als ook bonussen en aandelenbeloningen. In totaal kwam het bedrag voor zijn salaris en de bijbehorende bonussen uit op $21 miljoen. Een woordvoerder van het bedrijf stelt dat topman Rapino recht heeft op deze bonussen. Omdat hij in het afgelopen jaar de doelstellingen voor het bedrijf heeft behaald. Snappen we heel goed, met die Ticketmaster uitmelkerij. De overige $117 miljoen die hij kon bijschrijven komen voort uit de aandelenbeloningen. Nadat het bedrijf in tijden van de coronapandemie verlies heeft gedraaid, heeft Live Nation in het afgelopen jaar goed geboerd. De behoefte om een concert te bezoeken was het afgelopen jaar enorm, de totale omzet van het bedrag lag in 2022 op zo'n $16,7 miljard, wat neerkomt op een groei van 44%. De winst die het bedrijf daaraan overhield? Een netto bedrag van $409 miljoen.